Ik zit bij Joris in huis. Joris die voetbalt bij FC Twente. Jongens onder de 11. Omdat ik zelf geen wedstrijddag heb, dacht ik van, nou weet je wat, dan gaan we eens even kijken hoe het met een FC Twente speler gaat, wat hij de hele dag doet. Kijk, en dan komt Joris net binnen. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Lekker geslapen? Ja. Ja? Ik kom net uit bed. Je komt net uit bed, helemaal fit wakker? Ja. Mooi, jongen. En Joris is nu nog even voor de zekerheid. Tas aan het inpakken. Tas aan het inpakken. Zijn moeder wacht op hem. En zijn broertje staat hier, die gaat ermee gezellig mee. Heb je alles, Joris? Of... Ja. Dat je niet straks aankomt en je voetbalschoenen vergeten hebt, hè? Nee. Nee? Ja, kunnen we gaan? Ja. Mooi, jongen. En tegen wie speel je vandaag, Joris? Tegen NEC FC Os. NEC FC Os? Oh, die zijn samengevoegd. Ja, die zijn samengevoegd. Oh ja, oké. Okay. Oh, ik kan ook nog inzoomen. Niet in slaap vallen, hè, Joris? Nee. Je moet zo weer spelen, hè? Ja. Marijn, al je hem wakker? Ja. Oké, dan, jongen. Wij zijn aangekomen op het trainingscomplex. Ja, hier ga ik zo voetballen. Hier gaat Joris zo voetballen. Hey Joris, ben je dan ook wel eens zenuwachtig voor zo'n wedstrijd of maakt het jou niks uit? Af en toe wel. Ja. Af en toe wel, maar dan komen we helemaal goed of niet? Ja, nu valt het mee. Nu valt mee? Ja. En wie zijn dat? Daar zijn de tegenstanders. Dat zijn de tegenstanders, oh, dan ga je straks wel winnen, hè? Ik mag heel even meelopen met Joris naar de kleedkamer toe en met zijn medespelers. Ja. Oh, Joris die loopt al een stuk voor me. Hey jongens, zien jullie wel eens spelers van het eerste? Jawel, heel soms. Is dat gaaf? Soms. Ja, Joris en jij? Zie je wel? Zie je wel. Is dat leuk om te zien? Ja, ik wel gaaf, ja. Jongens, we hebben best een grote kleedkamer. Zitten jullie hier altijd, Joris, of af en toe? Ja, af en toe. Niet altijd. Nee? Meestal wel. Ja, meestal wel. Ja. En heeft iedereen dan ook... En heeft iedereen dan meestal een vaste plek of gaan jullie gewoon maar ergens zitten? Ja, we gaan ergens zitten. Je gaat gewoon maar ergens zitten, ja? Jullie hebben met z'n tweeën dit hoekje altijd? Nee, ik zou wel niet zitten. En de tenuestap van de wedstrijd, hebben jullie die bij of krijgen jullie hier? Oh, je ligt in die bak al. Ja, nee. En die hoeven jullie ook niet zelf te wassen? Nee, dames, ze was niet wassen. Dat wordt allemaal voor jullie gedaan? Ja. Wat een verwende knapen, hè? Dat wordt gewoon ook al voor hun gewassen. Hoeven ze zelf niet te doen. Dus je hoeft alleen eigenlijk met je handdoekje en je trainingspak en je voetbalschoenen aan te komen, Joris. Ja. Ja, lekker makkelijk, hè? Ja. Hebben jullie zo de wedstrijdbespreking? Ja, straks. Maar ik sta naast thuis. Maar jullie spelen 4 helften, hè? Ja, 4 keer 15 minuten. 4 keer 15 minuten? Ja. Joris legt even uit dat ze 4 keer een kwartier spelen met 4 rustmomenten. Ze noemen dat twin games, zegt Joris. Dus je hebt ook geen ingooien, je moet alles intrappen. Ja, absoluut. Of indribbelen mag zelfs ook. Nou ja, dan weten we nu ook wat twin games is. Het wordt hier wat drukker in de kleedkamer. Goed, de jongens gaan zich nu aankleden en dan gaan ze dadelijk het veld op. Ik ga weer de kleedkamer verlaten. En wat zeggen we dan, boys? Ciao! Ciao, tot zo en dan gaan we verder kijken. Nou, hey, dit is jouw eigen vlog, hè? Ja, nou, dat is mijn eigen vlog. Hoe vind je dat zo hier aan de Twente-ding staan? Het is koud, ja? Maar ik ben benieuwd straks. Als vlogger ben je trainer nu natuurlijk van Sportclub Enschede. Nee, ik ben gestopt met trainen. Oh, ben je gestopt met trainen? Ja, het is nu alleen maar vloggen. Alleen maar vloggen? Nee, maar goed. Natuurlijk niet. En dan zie je daar de talenten van Twente, ja. De 011. Ben je zelf ooit een talent geweest? Of nee. Niet? Nee? Ik was een laatbloeier. Je laatbloeier zelfs. En toen ik net een beetje begon te voetballen, raakte ik geblesseerd. Dus, eigenlijk een beetje niet goed gekomen, Jan. Maar je droomde er wel over. Ja, iedereen, elke jonge voetballer droomde er toch van, of niet? Ja, ja. Ik ook. Ja. Ik zag mij al hier of staan eigenlijk. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers op Joris. Ja, goed. Toch wel, hè? Broer van Joris zegt net dat Joris wissel staat, dus wij gaan maar naar huis. We zijn hier niet gekomen om naar een wisselspeler te kijken, hè? Nee. Nee, dat kan toch niet? Dan zetten ze hem gewoon wissel. En dan zijn we hier en dan speelt hij niet eens. Jan. Jawel, hij gaat zo spelen. Hij is deze week ziek geweest. Dus hij moet even weer een beetje bijkomen. Dus zijn conditie. Ja, anders waren we hier even overheen gestapt. Ja. Waren we even naar die trainer gegaan, of niet? Nou, nee. Dat heb ik niet gezien, hè? Ja, mooie goal.
Wow, ze maken een saltootje erbij, die hebben we eraf staan. Ze maken gewoon allebei een salto, helemaal gek. Ja. Jongens, mooi aan het voetballen. Geen lange ballen. Ze proberen onder de druk uit te komen, netjes. Ah, mooi gedaan. Oh, jammer, goed gedaan. Echt heel slecht dit eigenlijk. We zijn even snel koffie gaan halen en ondertussen hebben ze al 5 keer gescoord hier. Maar goed, waarschijnlijk zien we zo nog wel een paar doelpuntjes. Volgende 5. We gaan even verder kijken, de volgende 5 jaar. Kom, kom. Ja. Een mooie goal. Goeie bal. Goed, lekker gespeeld. Wat de fuck? Kom erop, jullie. Kom dan. Gaan we eens kijken wat we gaan doen. Ga Giorgio. Goed. Kom op. Ja! Oh, lekker keeper. Ja. Goeie goal. Goed, de wedstrijd zit er weer op. Het is afgelopen vandaag. We lopen vast terug en dan wachten we Joris even op en dan vragen we wat hij ervan vond. Ciao. Lekker gedaan, jongen. Hey, goed gespeeld. Hoe ging het, Joris? Ja, goed. Ja, heb je gescoord? Ja, 1 keertje. 1 keer, nou, prima toch? Ja, is goed. En wat heb je de laatste wedstrijd gemaakt? Hoeveel heb ik gemaakt? Ja, hoe goed is het geworden? Weet ik niet. Oh, weet je, heeft er niet bij gehouden, want ze spelen 4 wedstrijden. Dus... Maar winnen is ook niet belangrijk, hè, Joris. Ik vertel het wel hierna. Wat, ja, vertel je het hierna? Nou, hij vertelt het straks even, dus we moeten even wachten. Goed, ik sta nu even met de trainer van Joris. Hoi. Ik zag je in de rust die jongens wat aanwijzingen geven. Wat vertel je die jongens dan? Ik heb verteld dat ze vooral rust aan de bal moeten houden, dat ze de juiste keuzes moeten maken. En dat ze als team weer het veld in moeten stappen. Vaak dat ze ruimtes achterin lieten. En dat ze niet als team aan het verdedigen waren. En ik heb ze gezegd van, als team mee naar achter, als team mee naar voren. En zo komen die doelpunten vanzelf. Kijk, daar zitten ze, de twee talentjes, Dani en Joris. Boys, ik heb nog even 2 vraagjes voor jullie. Messi of Ronaldo, Dani? Messi, Joris. Neymar. Wie? Neymar. Neymar? Beter als Messi en Ronaldo? Ja, misschien niet beter, maar is wel mijn lievelingsspeler, ja. Goed, en waar zien wij jullie over 10 jaar voetballen? Dani? Barcelona. Barça, ja. Barça? Barça. Dus over 10 jaar spelen ze allebei Barça. Maar goed, ik ga dadelijk een handtekening van ze vragen. En ik neem gelijk de wedstrijdje mee, heb ik die in ieder geval al binnen. Jongens, wat hebben we nog te vertellen tegen de kijkers? Ja, like en abonneer op dit kanaal. Bedankt voor het kijken, zoals Joris en Daniel zeggen, like en abonneer. Ciao! Ciao.